Ja, allemaal eentjes in de marges. Was hij pas 4 in de halve finale. Dat zal hij nu goed gaan doen. Corné Hooghakker. Finale voor FCC De Vaart. Olaf Wassens. Andere man uit Delensvaart is Pepijn Gerrits. Apeldoorn met Lenny Waaier. Apeldoorn met Brent van de Kuit. Nijkerk hier op zijn thuisbaan. Odin Verhoog. Wij gaan naar Nuland. Nigel Ebben. En de man uit Nijkerk. Voormalig Nederlands kampioen. Let op zijn snelheid. Bo van Burgsteden. Let op deze finale. Boys, 11 jaar. Vier rijders uit die nationale top van Nederland hier gestart. Wie kan een verrassing gaan maken? Bo van Burgsteden. Hij is natuurlijk de favoriet om één. We kijken naar Nigel Ebben die toch heel goed aanschuift. We kijken naar dat kleine mannetje nu af uit Nijkerk. Ze zitten er goed bij hoor. Odin Verhoog zit daar heel goed bij. Dat zijn de nummers 1, 2 en 3. Lenny Waaier sluit aan. Brent van de Kuit, Corné Hooghakker. Kijk eens aan zeg. Dat zijn mannen die we ook op topcompetitiewedstrijden, op NK's, op kampioenschappen altijd voorin zien. Hoog niveau in deze finale boys 11 jaar. Bo van Burgsteden, hij gaat kampioen worden. We kijken naar de strijd om plek 3. Kan Lenny Waaier nog een aanval doen? Nee hoor, het lijkt toch wel beslist. We zien Nigel Ebben stilvallen. Kampioen op zijn thuisbaan. Tweede titel voor Nijkerk, Bo van Burgsteden.